IFBB, Mr. and Mrs. World. En ik kan u vertellen dat Supe Kuse in de finale is beland. Hij is op de vijfde plaats geëindigd bij de onder 95 kilo. In die categorie heeft hij meegedaan. En ja, Supe die kennen we, die timmert al een aantal jaren aan de weg. En heeft dus de vijfde plaats mogen bezetten. Eddie Wilson, die was ook aanwezig. En Eddie, die heeft in de categorie boven de 95 kilo de derde plaats bezet. En zeker wel trots om op te zijn, want hij heeft niet alleen de derde plaats mogen veroveren. Hij heeft ook nog de titel mogen, in de wacht mogen slepen van Favorite Athlete. Dat is de People's Choice Award. Die ging naar Eddie, omdat hij dus van zich heeft laten spreken. En Eddie heeft dus een dubbele gepakt.